Hey, top van de morgen. Mijn naam is Phoenix Star en tot ik kijk naar een hele, hele speciale update video. Dit is er een die ik gewoon eventjes moet en zal maken. Gewoon omdat ik eventjes het een en ander wil gaan bespreken over wat eigenlijk de toekomst is van dit kanaal. Want het gaat de afgelopen tijd, naar mijn mening, behoorlijk achteruit. Als het aankomt op onder andere content, als het aankomt op uploaden, als het aankomt op, nou ja, van alles en nog wat. Ik ga gewoon al eventjes het een en ander uitleggen wat eigenlijk precies de plannen zijn voor dit YouTube-kanaal. Dus dat is, we zien het hier. Dit is het Mr. Koenkist YouTube-kanaal. En laten we gewoon eens even voor de gein een beetje rondsnuffelen naar wat voor video's ik allemaal online heb staan. Ik heb hier een Phoenix Survival. Ik heb Hearthstone. Phoenix Survival. Mario Galaxy 2. Alice in Wonderland, Super Mario Galaxy 2, een Venom Review, Mario Galaxy 2, Worms Reloaded, Phoenix Hardcore, Mario Party 9, The Awesome Zane Art First Shooting Tribute, Ultima Z. Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is. Dit is, je ziet het ook wel redelijk goed op beeld van wat hier allemaal gaande is. Dit kanaal is zo ongestructureerd als fuck geworden afgelopen tijd. En het is gewoon niet bepaald chill om dit op deze manier te hebben. Het is volgens mij nog meer ongestructureerd dan hoe het kanaal ooit een keertje begonnen is als 2GamingNL. En dat is gewoon echt een heel groot probleem. Kijk, hier heb je nog redelijk wat structuur. En toen kwam ik er opeens bij en toen was de structuur opeens weg. De thumbnails waren fucking lelijk. Als ik er nu naar terugkijk, ja kijk, oké. Hier begon het wel wat beter te worden toen ik daadwerkelijk overging naar een gloednieuwe stijl voor 2GamingNL. En toen begon het opeens weer downhill te raken. Het was gewoon, het is niet chill zoals ik het nu op het kanaal doe. Oké, dus wat ga ik hier tegen doen? Dit is mijn probleem, ik moet er wat tegen doen. Nou, wat heb ik verzonnen? Sowieso, de gameplays die ik momenteel maak, wil ik niet meer uploaden op dit kanaal. Daar heb ik een gloednieuw kanaal voor gemaakt. Dit is Phoenix Speelt. Waar ik op het moment van opname trouwens nog een nieuwe banner voor zou gaan maken. Als deze video eenmaal online is, dan is er, als het goed is, een nieuwe banner op het kanaal verschenen. Dat komt vast wel goed. Maar goed, dit kanaaltje ga ik dus gebruiken voor Let's Plays. En ik ga vandaag eens wel even het een en het ander uitleggen van hoe dat eruit gaat zien. Als ik alle Let's Plays die ik momenteel op dit kanaal uitdraai ga verhuizen naar Phoenix Speelt. Dan zijn er uiteraard een aantal dingetjes die ik ga veranderen. Tenminste, ik denk dat het redelijk normaal is om dat soort shit te gaan doen. Oké. Om te beginnen, nee. Alle Let's Plays die op dit kanaal staan ga ik niet verhuizen naar Phoenix Speelt. Sterker nog, al deze series die worden gewoon geschrapt. Ga ik niks meer mee doen. Waarom ga ik daar niks meer mee doen? Dat is eigenlijk gewoon vrij simpel, omdat de structuur op deze manier gewoon compleet weg is. Voor mij, maar ook voor jou als kijker. Daar wil ik gewoon niet mee dealen. Ik vind het niet tof om zo weinig structuur te hebben op mijn YouTube-kanaal. Het is niet fijn voor mij en het is ook niet fijn voor de kijker, kan ik me voorstellen. Dus ik ga gewoon al deze series die ik momenteel aan het draaien gewoon schrappen. En daar ga ik vervolgens niks meer mee doen. Wat ik wel wil doen, is sowieso 1 of hooguit 2 Let's Play series doen op Phoenix Speelt. Zodat ik in ieder geval nog een beetje content heb om van te genieten. Zodat ik op deze manier heb ik ook wat meer structuur voor mezelf en ook wat structuur voor jou als kijker, uiteraard. Is hartstikke tof om op die manier te doen. Is ook gewoon ja, een heel stuk fijner voor mij. Dat ook weer duidelijk. Oké, hoe gaat dat eruit zien? Hoe ga ik die livestream, hoe ga ik die Let's Plays aanpakken? Nou, sowieso, als we eventjes de laatste Let's Play video pakken die ik eventjes op het kanaal heb staan. Dat is mijn server aankondigingsvideo van de Phoenix Survival. Deze heb ik geëdit in dit film Express, by the way. Omdat ik gewoon eventjes een ander editprogramma wilde proberen dan Movie Studio Platinum. Want al mijn video's zijn voor alle duidelijkheid geëdit in Movie Studio Platinum. Maar dat is niet eens het hele ding waar ik het over wilde hebben, deze video. Oké, dus wat is eigenlijk het hele idee van dit soort dingen? Nou, van dit soort video's. Facecam gaat volledig weg. Ik vind Facecam te veel in de weg staan van
de video zelf van de Let's Play. Dus daar wil ik niet meer mee bezig zijn. Ik vind dit niet chill om naar te kijken tijdens een Let's Play. Dus de facecam die gaat sowieso gewoon het raam uit tijdens een normale video. Tijdens een livestream zou ik eventueel de facecam wel weer terug kunnen halen. Maar de kans dat ik dat ga doen is relatief klein. Ook gewoon omdat het merendeel van de spellen die ik speel zijn console op Phoenix speelt. Ja, dat is. Ik ga sowieso flink wat consoles spelen. Want ik heb flink wat consoles in mijn bezit momenteel. Ik heb laatst een PlayStation 2 gekocht bij de kringloop. Dus dat zit helemaal snor. Dus console games ga ik sowieso regelmatig spelen. Eventueel ooit een keertje een PC game. Maar daar moet ik nog naar gaan kijken. En dat soort dingen. Maar de facecam, dat vind ik dus gewoon te veel in de weg staan van een Let's Play. En ik vind het ook niet echt nodig om erbij te doen. Dus de facecam gaat volledig weg. Wel zullen alle video's nog steeds worden geüpload in gewoon 1080p, wat gewoon HD is. Dat omdat ik mezelf even een like wil geven, dat ook. En ook omdat ik toch wel een beetje goede kwaliteit wil leveren in mijn video's. Dus zo zou het allemaal uitkomen te zien voor de daadwerkelijke Let's Plays op Phoenix speelt. En wat betreft het Mr. Conquist kanaal, waar ik momenteel behoorlijk mee bezig ben geweest. Ik heb aardig wat leuke projecten in de maak momenteel. Dus daar gaan we sowieso nog wel eens mee aan de haal. Maar op dit YouTube kanaal zal ik voornamelijk heel veel zwaar bewerkte video's op gaan uploaden. Dus onder andere mijn Venom review, waar ik ontzettend veel tijd en moeite aan heb gezeten om daadwerkelijk die video te gaan editen. Video's zoals een Awesome Zane tribute, waar ik gewoon eventjes wat random art en zo in beeld ga laten vliegen met een leuk muziekje eronder. Zou ook kunnen verschijnen op het kanaal. Onder andere ook, ja, nog meer reviews, Phoenix Talks, eventuele vlogs en dat soort dingen. Allemaal leuke, zwaar bewerkte video's zullen verschijnen op dit YouTube-kanaal. Hetzelfde geldt onder andere voor de party games, want ik heb aardig wat partyspellen gedaan op het YouTube-kanaal. Waaronder dus Mario Party 9, wat ik hier ooit een keertje in mijn eentje heb gedaan op het kanaal. Ik vond dit een leuke video om te maken, by the way. Dit is sowieso wel een van mijn favoriete video's om te maken. Ik vond dit zo leuk om te doen. Dus ja, dat gaan we sowieso op dit kanaal behouden, omdat ja, dit is toch wel een behoorlijk zwaar bewerkte video. Vind ik zelf dan. Ik denk dat ik er best wel veel tijd en moeite in heb gestopt. En sowieso reviews. Waarom zou je geen reviews houden op je hoofdkanaal? Deze intro was trouwens heel erg leuk om te maken, maar ik had er uiteindelijk toch niks meer aan gehad, omdat dit werd op een gegeven moment Phoenix Reviews. Phoenix Reviews ga ik trouwens veranderen naar Point of View. Ja, ik ga de naam van Phoenix Reviews veranderen naar Point of View. Het is een heel stuk origineler dan alleen Phoenix Reviews. En ik vind het ook daadwerkelijk beter klinken dan Phoenix Reviews. Dus Phoenix Reviews wordt Point of View. Laten we dat even duidelijk hebben. De enige video die nog Phoenix Reviews zou heten is mijn eerstvolgende top 10 video die ik momenteel in de maak heb. En ja, ik heb een top 10 video in de maak, dus dat wordt hartstikke tof. Vanaf daar wordt het dus alleen nog maar Point of View. Dus ja, dat was wel eventjes een snelle update die ik eventjes wilde geven over mijn YouTube kanaal. Van wat daar eigenlijk de plannen zijn voor de rest van dit prachtige kanaaltje. Ik vind het serieus nog steeds hartstikke leuk om met dit kanaal bezig te zijn. Ik vind het maken van video's hartstikke leuk en zo. Maar ik vind dat er toch wel even wat meer structuur mag worden gegeven. Eventuele livestreams moet ik nog wel even naar gaan kijken wat ik daarmee ga doen. Waarschijnlijk laat ik die gewoon hier op dit kanaal. En worden dat gewoon eenmalige gameplays van ongeveer een uur tot een anderhalf uur of twee uur zelfs nog wel eens. Moet ik nog allemaal naar gaan kijken wat ik daarmee ga doen. In ieder geval, ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze video. Als je hier wat aan hebt gehad, doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer je op mijn YouTube kanaal. En klik op de bel voor meer awesome video's als deze. En uiteraard, ga je eventjes naar Phoenix speelt en upload. En abonneer je eventjes daarop, zodat je op de hoogte blijft van meer Let's Plays als je daar interesse in hebt. In ieder geval jongens, mijn naam is Phoenix Star. En ik hoop dat je een prettige dag hebt verder.
Ik zie je graag terug bij de volgende video. Toedels!